En Memorebuko Kaserne werd vanmorgen afscheid genomen van Badrissein Sitau. Hij werd vorige week met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en moest gelijk worden geopereerd. De operatie heeft echter niet mogen baten en Sitau overleed afgelopen vrijdag. Badrissein Sitau was voorzitter van de Nationale Militaire Raad in de jaren 80. Hij is ook minister geweest van Volksgezondheid. De laatste jaren heeft Sitau, die ook lid was van de Nationale Democratische Partij, veel kritiek geuit op de wijze waarop de partij wordt geleid. President Desi Bouterse was ook aanwezig om zijn overleden strijdmakker in de coup van 25 februari 1980 de laatste eer te bewijzen. Na de condoleances werd het stoffelijk overschot van Sitau met militaire begeleiding vervoerd naar het crematieoord. De crematie vond eveneens onder militaire ceremonie plaats. Badrissein Sitau werd 70 jaar.